Is er iets mis met de tomaten van vandaag? Met de tomaten van vandaag is helemaal niets mis mee. Nee? Helemaal niks, nee. Maar elke dag zitten er wel tomaten tussen die niet goed genoeg meer zijn voor de verkoop. En jarenlang werden die zonder pardon weggegooid. Daar wilde Bart Groes iets aan doen. Nu gaat het naar Brabant toe. Met een vrachtwagen wordt dat naar Brabant toe gebracht vanuit 12 winkels in de regio Rotterdam. En die tomaten worden dan verwerkt tot een nieuw artikel. Een soep of een pastasaus. Klanten in de supermarkt vinden dit initiatief een goed idee. Maar dragen zij niet zelf bij aan de verspilling? Meneer, heeft u nou de mooiste asperges eruit gehaald? Ja. En ik kan bewijzen dat het mooi is. Laat het zien. De ene die drukt erop en ik laat hem piepen. En als hij piept is het goed. Is dit vers. Heeft u nou de mooiste witlof eruit gezocht? Nee. Ik gooi het in een zakje en ik ga weer verder. Nee, daar mag best een plekje op zitten. En in principe hou ik ook erg van biologische producten. Maar die zijn niet altijd even goed verkrijgbaar, dus dat is wel jammer. Maar als er nou een plekje op de asperge zou zitten, of hij zou een beetje zacht zijn, zou u hem dan ook kopen? Dat hangt af van de prijs. De strijd tegen verspilling is dus nu begonnen bij de tomaat, maar... Je kunt van de bloemkool en de broccoli en de prei kun je soepen maken, kun je stampotten maken. Je kunt zich helemaal verzinnen of je kunt het maken ervan. Dus dit is nog maar het begin? Nou, als het meidig is, is dit het begin, ja. Klopt, ja.